de reliekschrijnen zitten verschillende zilveren frontplaten. Vooral het kleine middenstuk is zwaar beschadigd. Het is op verschillende plaatsen gebroken en gescheurd. En er ontbreken onderdelen. Hij is al even warm gestookt op de plaats waar die gerepareerd moet worden. En hij heeft al even in het zuur gelegen, maar dan zit er toch nog erg veel viezigheid aan. Daarom wordt hij met een glas, het zijn allemaal hele dunne glasstraatjes, wordt hij nog ietsje schoner gemaakt. Dus dan heb ik geen goede soldering daar. We gaan restaureren op de manier zoals we het vroeger ook gedaan hebben. En dat is het aanbrengen van kleine strookjes. Dit is de breuk waar langs ik ga solderen. Maar je ziet al, het is haast niet te zien, maar het is helemaal bruin. Maar vind je overal van die strookjes waarmee breuken zijn vastgezet. En, hier vind je blokjes, hier overal vind je versterkingen. Nou, dat ga ik dus ook doen. Ik knip gewoon van een plaatje zilver knip ik strookjes af. Die heb ik net geknipt. Die leg ik gewoon bovenop de breuk. Dan. Wij gebruiken tijdens het solderen een soort pasta. En dat noemen we borax. Of vloeimiddel H, mag je ook voor de kenners. Dat gebruiken we om de boel nog schoner te houden tijdens het solderen. En zou je dat niet gebruiken, oxideert die gelijk, de plaat gelijk weer in de vlam. En dan krijg je geen goede hechting tijdens de soldering. Dit zijn alleen maar zilverstrookjes, nou moet ik ook nog soldeer bijleggen. Soldeer is ook een plaatje zilver. Daar knip ik ook stukjes van. Die leg ik er nog bij. Zilver is heel erg goed glijden. Het kan heel goed warmte glijden. Dus dat is nadelig tijdens het solderen. Dus wat doen we dan? We doen eigenlijk de hele plaat warm maken. De schuur is dus geheel gesoldeerd op de manier zoals ze het in het verleden ook gedaan hebben. Alleen op één plaats na staat hij nog een klein beetje open. Dan ga ik dadelijk een stukje, als hij af in het zuur geweest is, ga ik daar een stukje metaal tussen steken. Dan is het gevuld en dan soldeer ik het. Dan gaat hij in het zuur. Vroeger was dit een oplossing zwavel, zuur en water. Maar sinds de milieuwetgeving hebben wij daar andere middelen voor. Die duren er wat langer over, maar het werkt ook. De bedoeling is dat de boorzuur en de borax die erop zit, eraf geweekt wordt door het zuur. En dat het oxide ook verdwijnt. En dan kan je weer solderen. Delen die weg zijn, daar moet je niet aan forceren om ze bij elkaar te krijgen. Dan ga ik toch proberen om daar materiaal in te leggen. Dus ik frees de oude breuk even weg. Dan monteer ik daar een stukje materiaal in. Eerst de borax. Een stukje zilver, daar is iets aan toegevoegd. Daar zit een metaal aan toegevoegd, waarschijnlijk cadmium. Cadmium is smeltpunt verlagend. Waardoor die cadmium toevoeging smelt het mijn solderen eerder als het werkstuk. En dat is de kunst. Dat je moet met de temperatuur altijd veilig zitten. Als je het dermate heet maakt dat het zilver zelf gaat smelten, ben je verder van huis. Hè. Je moet net onder het smeltpunt blijven van het werkstuk. Ik mis diverse onderdelen, maar hier bijvoorbeeld is een hoofd weg. En hetzelfde. Ik heb nog een los hoofd liggen gevonden. Ik heb nog een krans, heb ik. Die hoort hier, de krans. En er hoort nog een vleugel bij, maar het probleem is dat ik maar één vleugel heb. En één krans, en dus ik ga er nu één nagieten. Maar omdat het een negatief beeld is, dus in een linkse engel en een rechtse engel, kan ik er maar één nagieten, anders zal ik met de hand moeten maken. Maar het gieten is altijd sneller. En makkelijker als het namaken. Dus ik giet in ieder geval die delen die ik kan gieten, die ga ik nagieten. Daarvoor heb ik een soort gietfles. Vroeger was die hele grote, maar we hebben natuurlijk miniatuur gietflesjes. Gewoon een ring waar je een soort gietzand in drukt. Vroeger was dat zand met zuur bier. En dan werd het op zijn plaats gehouden. Wij hebben nu wat moderner spul, maar het is hetzelfde principe. Maak de filterfles op met die massa. Het lijkt net een soort klei.
kunst is om dat een beetje glad te doen. Het voordeel van dit materiaal is dat als je daar gloeiend heet, of vloeibaar zilver in giet, dat het even stand houdt. Het houdt net zo lang stand totdat het zilver gestold is. En ja, meer wil ik eigenlijk niet. En je kunt er vormen in afdrukken. En dan ga ik proberen de vormpjes erin af te gieten. In met de engelenkop. De grootste vorm. Om hem nou iets lossender te krijgen, gebruik ik talkpoeder. Ik heb de onderdeeltjes nu afgedrukt in de gietzand. Dan leg ik er een ring op, omdat ik een beetje meer massa wil hebben. Dus die zaag ik dan later ook al weg. Het is net iets meer, zodat de gieting beter kan verlopen. Dan komt er dus een tweede ring bovenop. Om het precies bij het streepje komen te staan, een startstreepje. En dan vul ik de massa op, de kruimels. Druk ik ook aan. Je kunt dus hem daar voorzichtig te doen, dat je hem niet beweegt. Dan druk ik een giethals af. Ik zal er toch uiteindelijk zilver in moeten gieten. Een opening. De lossende deeltjes moet je eventjes goed aandrukken. Dan neem je ze mee in de gieting. Nu heb ik een negatieve ruimte gecreëerd die opgevuld moet worden met zilver. Dat doe je door deze helft terug te plaatsen, maar dan precies op het streepje waar ik hem van elkaar af had gehaald. Nu is de gietvorm is klaar. Ik heb de negatieve mal heb ik nu klaarstaan. Dan zet ik dadelijk hier dicht bij mijn zilver. Dan ga nu ik heb het restje zilver bij elkaar verzameld in de smeltbak. Probeer ik nou schoon te branden, dadelijk vloeibaar te maken en dan giet ik het in de negatieve vorm. Om er uiteindelijk een positieve vorm te kunnen krijgen. Het is nou vloeibaar, dus nu kan ik de mal erbij gaan zetten. Dan ga ik hem daar uitzetten. Om goed te kunnen werken, wordt het zilveren kopje op pek vastgezet, samen met het origineel. Ik ga met een pons, een vrij scherpe pons, ga ik proberen. Dit is het origineel, dit is de nagieting, om dezelfde vorm erin te ciseleren. En ciseleren betekent gewoon hameren met de ciseleerhamer, de typische hamer van de goudsmede. Echt symbool van de goudsmede ook. En daar ga ik nou mee werken. Ten slotte
wordt het nieuwe kopje aan het frontje gesoldeerd. De gaten zijn nu dicht, de constructie is weer veilig gesoldeerd. Het enige wat ik nu aan deze plaat nog moet doen is de arm weer repareren en terugbrengen, de bloem die eraan zat. En deze kant ook de arm verder afmaken, de bloem en ze missen allebei, oh nee, ze missen allebei de vleugel, die moet ik ook nog maken. Dus is nog, maar dat ga ik in een later tijdstip maken. Dit is in ieder geval de basisreparatie van de plaat. Dit haal ik er nog af, ik werk het af en dan is het voor zover dit gedeelte voor zover klaar.